Invulling geven aan beveiligingsvraagstukken en de klanten helpen aan een gedegen en vertrouwd advies is voor de accountmanagers van Wardenburg dagelijkse kost. En het streven is altijd om te zoeken naar een juiste beveiligingsoplossing. Waarbij we te degen rekening moeten houden met het budget van de klant. En ook zeer zeker met de strenge regelgeving waar wij als gecertificeerd beveiligingsbedrijf mee te maken hebben. Dus ik laat me weer verrassen. Erik is onderweg naar FC Groningen. Waar Wardenburg eerder al het stadion heeft beveiligd, wordt nu gevraagd een beveiligingsplan te maken voor een fancorner in aanbouw. Van adviseurs tot tekenaars en van planners tot servicemonteurs, iedere dag weer zetten alle medewerkers van Wardenburg zich in om de klant het grootst mogelijke rendement uit haar beveiligings- en communicatiesystemen te laten behalen. Om dit te bereiken wordt er om te beginnen goed naar de klant geluisterd op het moment dat de klant haar probleem voorlegt of wensen kenbaar maakt. Daarna is het zaak de gegevens van de klant om te zetten in een werkbare, technische, no-nonsense installatie die gebruikersvriendelijk is te bedienen. Beveiligen is maatwerk en moet te allen tijden zijn afgestemd op de leven- en gebruikersgewoontes in het object. Na het gesprek met de klant wordt in overleg met de projectiedeskundige van de binnendienst een programma van eisen opgesteld. Er worden installatietekeningen geproduceerd. Het ontwerp wordt getoetst aan de regelgeving van overheid en verzekeraars, waarna er een offerte wordt uitgewerkt. Wardenburg is een nuchter bedrijf met 2 vestigingen in Nederland, waardoor we landelijke dekking hebben. Wij bieden een totaaloplossing voor al uw beveiligingsvraagstukken. En bij ons, binnen het bedrijf, geldt het motto: afspraak is afspraak en daar kunt u op rekenen. Wardenburg ontwerpt, levert en installeert onder andere totaaloplossingen in brandveiligheid, inbraakbeveiligingssystemen, ontruimings- en audiosystemen, toegangscontrole, camerasystemen, telecom- en IP-oplossingen en zorgoproepsystemen. Voor een bedrijf actief in het beveiligingsvak en werkend met hoogwaardige en geavanceerde technologie is het van groot belang dat de klant blind moet kunnen varen op zowel het vakmanschap als de integriteit van de medewerkers. De uiteraard gescreende medewerkers worden daarom regelmatig intern bijgeschoold om zodoende bekend te zijn met de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving op ons vakgebied. Zodra de klant met de offerte akkoord gaat, wordt de opdracht ingepland en voorbereid. Nu is het aan de technici om het aangeboden systeem met dezelfde nauwkeurigheid te installeren als de wijze waarop de installatie is ontworpen. Niet eerder dan dat alle componenten goed zijn ingeregeld en de functies uitvoerig zijn getest, zal het systeem worden opgeleverd. Voor zover van toepassing wordt ook de communicatie met de meldkamer getest. Naast het verwerken van alarmmeldingen en het aansturen van alarmopvolging, zal de meldkamer vanaf het moment van oplevering ook zorg dragen voor het monitoren van de installatie zelf. Nou, wij zijn heel blij met Wardenburg. En vanaf de bouw, vanaf openingstadion tot en met heden, zijn we altijd bij Wardenburg gebleven. Omdat zij goede service verlenen en onderhoud verrichten. En wat het belangrijkste is in het voetbalbedrijf. Vandaag is een probleem en we hebben liefst dat gisteren opgelost wordt. En daar ontzorgt Wardenburg ons heel goed in. Dit ontzorgen geschiet vanuit de afdeling service en onderhoud, het kloppend hart van Wardenburg. Waar alle servicemonteurs worden aangestuurd en de klanten, dankzij de uitgebreide kennis van de systemen, op hoog niveau kunnen worden ondersteund. Of het nu gaat om een particulier woonhuis, winkelpand, industrieel object, kantoorpand, onderwijsinstelling of de zorg. Dankzij de ruime ervaring is Wardenburg bekend met de verschillende risicoprofielen en specifieke kenmerken van elk soort object. De fancorner van FC Groningen is klaar en het moment is aangebroken dat Wardenburg haar installaties kan opleveren. Tijdens deze gelegenheid wordt onder andere veel aandacht besteed aan de uitleg omtrent de werking en de bediening van de systemen, zodat gebruikersfoutjes in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ten slotte wordt de onderhoudsovereenkomst afgesloten en start men de plezierige en duurzame relatie met een betrouwbare partner die voor het verlenen van service 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar zal zijn. Wardenburg Beveiliging en Telecom. Op effect berekend.